Nassoni. Dat is aardige voetbal. Nu het vervolg. Lundqvist. Ruimte gevonden. Kan uithalen. Mooie goal van Groningen. En een verdiende goal ook. Want er is één ploeg die het initiatief pakt vanaf het begin. En dat is FC Groningen. En hij mocht starten. Lundqvist. En laat het ook zien. Niemand bij de paal. Daar zat Itakura goed tussen. Oh ja, dan. Lundqvist. Vroeger PSV. Lundqvist. Zo. Pasveer die er nog eentje pakte tegen ADO. Is kansloos op de uitstekende strafschop van Ramon Pascal Lundqvist. Lundqvist. Zeker. De grond, ja. En Lundqvist 0-2. Dat zit er al een tijdje aan te komen. Groningen is beter. Groningen speelt een hele goede eerste helft. Weer een spelervatting van Lundqvist. Weer een kopbal en weer een reflex, maar dan gaat hij er in de rebound wel in. Is het Dammers die Groningen op voorsprong zet na een kwartier voetballen. Goeie spelervattingen, twee achter elkaar van Lundqvist, goed aangesneden. De voorzet is ook goed. Nou, daar is een razendsnelle aansluitingstreffer. El Mesoudi scoort. Maar wat een heerlijke actie vooral van Lundqvist. Die amper in het veld staat natuurlijk. Dit doet hij heel goed. Is Romerato kwijt. En de voorzet is echt fantastisch hoor. Met buitenkant voet. Lundqvist. Stekende bal. Redan voor de goal. Assoro doet het zelf en scoort. Prachtig doelpunt van Joël Assoro en Groningen op voorsprong. Ideale paas van Lundqvist en Assoro uit een hele lastige hoek. Hij probeert het wel maar. En hij doet het ook nog bijna, zeg. Lundqvist en dan nog een streep. Van Hinten. Goed, wel een uithaal. Schrek. Schrek kan zo doorlopen, terugleggen. Kans is dit voor Lundqvist. Puntetje, bal van richting van de 2-0. Zit Groningen in de afronding zeker niet tegen, maar ze dwingen dit helemaal zelf af door te voetballen wanneer het kan. Lundqvist. Van Lundqvist, valt er zomaar in. Nog van richting veranderd. Ja, PSV roept dit over zichzelf af. Omdat Groningen weliswaar niet zo heel veel doet. En PSV doet in de tweede helft ook helemaal niks meer. In draaiende vrijdag. Daar komt Van Hintem en die zit erin. 1-0 Groningen. Hij had al een knal die nog net werd gepakt door Verrips. Koemanson en dan is daar de gelijkmaker. Dat is een knappe goal van Lundqvist. De wereld en van Duitsland te voetballen. Nu dan Robben voor de 2-1. Nee! Ja.